Ja, ontwikkelen voor kinderen is heel veelomvattend. Je moet van heel veel dingen op de hoogte zijn. Ja, het leuke daaraan is de doelgroep, dat zijn de kinderen. En de kinderen die zijn altijd in om te spelen en daar heb je ook altijd heel veel plezier mee. En zij vragen eigenlijk ook van jou heel eerlijk te zijn en oprecht en open. En zelfs zo dat bijvoorbeeld, ik speelde met een kind een spel, emotie in het spel heette dat. En kwam op een bepaald moment, moesten we het hebben over verdriet thuis hebben. En omdat ik niet goed wist wat ik daarover kon zeggen, zei ik van, als ik uien snijd, dan moet ik huilen. En kijk dat kind mij zo aan van, ja, wat zeg, dat is geen verdriet, hè. De Rolf ontwikkelingsmateriaal is onderverdeeld in 5 lijnen. Hè. We hebben de Rolf Originals, we hebben de Essentials, de Basic, we hebben Rolf Connect en we hebben de puzzellijn. Dat onderscheid hebben we gemaakt om de leerkracht te helpen in de duidelijkheid. Zo kunnen zij optimaal de materialen gaan inzetten in de klas en is het voor iedereen helder. Ja, we hebben eigenlijk inzichtelijk gemaakt waar we aan werken, wat we doen. En we hebben dus alle ontwikkelingsdoelen hebben opgehangen hier. Daar staat een kort en bondige tekst over wat inhoudt het ontwikkelingsdoel. Dat houdt ons bij de les en helpt de leerkracht ook begrijpen wat wij eigenlijk voor ogen hadden. En we hebben daar een aantal producten bij geplaatst die een goed beeld geven van wat die ontwikkelingslijnen doen. En het nodigt natuurlijk ook uit voor de leerkracht om hier te komen en mee te spelen en te ondervinden wat wij zelf zo leuk vinden aan wat we hebben gemaakt. Kinderen zijn visueel ingesteld en wij als volwassenen vergeten dat vaak en we brengen onze boodschap in tekst. Zo hebben wij ook onze 6 ontwikkelingsdoelen hier aangebracht. 5 zijn er in tekst en de ene, die hebben we een beeld van gemaakt. En zo ziet dat beeld eruit en nu is het aan jou als leerkracht om weer te ontdekken wat we daarmee bedoelen. Ik zie je graag in ochtend. Kom fijn een keertje spelen.